Yo, beste kijkers van Te Veel Vragen. Super leuk dat jullie weer kijken naar deze nieuwe Fortnite video. Allereerst, druk natuurlijk eventjes op het duimpje omhoog. We gaan deze video voor de 2500 likes. Abonneer natuurlijk op ons kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En in de iTunes shop kun je natuurlijk onze code Te Veel Vragen gebruiken. Zal heel erg gewaardeerd worden. In deze video gaan we het over twee dingen hebben. Namelijk die Getaway LTM, de challenges, de rewards, etcetera. En ook een tijdstip wanneer die Getaway LTM erin gaat komen. En we gaan het hebben over St. Patrick's Day, wat volgende week uit gaat komen. Daar zijn namelijk ook enkele leaks over. Dus we gaan het eventjes één voor één over hebben. Laten we beginnen bij die Getaway LTM. Voor de mensen die dat hebben gemist, het is er ooit eerder ingekomen. En wat is het precies? Nou, het is een LTM wat groter wordt aangepakt. Je krijgt bijvoorbeeld challenges, er komt een skin in de item shop. Dus wat is die LTM precies? Heel erg simpel eigenlijk. Het begint de map met een cirkel. En aan de rand van de map spawnen ballonnen waar jij een soort van supply lama kunt vinden. En dat is een soort van kristallen item. Dat item, als je die oppakt, dan kun je 10% minder snel lopen. Je krijgt wel een beetje shield en health constant, is natuurlijk wel chill. Maar de bedoeling is om dat ding te protecten. En waar moet je die heen brengen? Naar een van de 4 safe drops die ongeveer in het midden van de cirkel zitten. Dus in totaal zijn er ook 4 winnaren. En ja, het wordt gewoon een strijd. Iedereen wil natuurlijk die supply lama hebben om in te kunnen leveren bij die safe drop. Dus dat is eigenlijk die Getaway LTM. En wanneer je een aantal games doet en een aantal challenges doet, dan kun je hele gave items winnen. Deels van deze items heb ik al, daar ben ik wel heel erg blij mee. Maar er zit één item in die ik nog niet heb en daar ga ik het nu over hebben. We hebben namelijk in totaal 7 challenges die je moet completen en dus ook 7 gratis items die jij kan krijgen. En je ziet hier een tweet in beeld staan van ChinaBR waarin je ook de challenges ziet in het Chinees, maar ook de rewards. Maar wat interessant is een stukje tekst wat hij erbij zegt. Namelijk, die Getaway LTM will most likely be available tomorrow at 3 uur in de middag. This is how the challenge will look like in-game. Of course not in Chinese, but the rewards will be the same. Dus laten we eventjes één voor één gaan kijken naar de rewards en wat je daarvoor moet doen. Want ik heb namelijk ook een Engels variant en ik ga ze gewoon eventjes één voor één opnoemen. En daarbij ook nog wat tips hoe jij die het beste kan doen. Namelijk de eerste, win a match of the Getaway. Nou, dan krijg je dus deze lama. Dit is een backbling en die krijg je in een groene kleur. En hoe kun je het beste deze Getaway winnen? Nou, het is eigenlijk best wel makkelijk, want er zijn natuurlijk 4 winnaren. Maar om zekerheid te hebben dat je wint, kun je het beste gewoon wachten bij die bussen waar ze zeg maar die supply lama moeten inleveren. Je wacht gewoon de enemy team op met zo'n lama en je kilt ze en je levert die lama in. Dat is de allerbeste tip. Ik heb dat destijds ook op deze manier gedaan en zo win je bijna elke game. Want men verwacht niet dat jij heel sneaky op hun loopt te wachten. Dus het is een beetje een vieze manier. Maar hey, op die manier win je wel. En die winst heb je nodig. Want voor de volgende challenge krijg je een rode lama. Maar je hebt daarvoor wel 3 wins nodig. Dus je moet 3 keer winnen. En dan is er nog een hogere variant. En dat is bij 5 wins krijg je namelijk de, ja, diamanten versie of zo. Of de witte versie, hoe je het ook wil zien. Dus 5 matches moet je dan winnen. Dus dan moet je eventjes strijden. Nou, het is niet al te moeilijk gelukkig. Daarnaast is er ook nog een andere challenge en hiervoor krijg je deze achtergrond. Volgens mij heb ik deze achtergrond al, maar dat weet ik niet helemaal zeker. In ieder geval, wat je hiervoor moet doen is heel erg simpel. Use a grappler in different matches of the Getaway. Je moet 5 verschillende games joinen en 5 keer een grappler gebruiken. Die is best wel makkelijk. Dus dit confirmt eigenlijk ook dat de grappler weer terug gaat komen in een normale game. Het is wel een LTM, maar alsnog grappig dat die grappler weer terug gaat komen daarin. Daarnaast, de volgende challenge. Je krijgt hiervoor een spray paint. En wat moet je hiervoor doen? Deal damage to dual carrying opponents. En een dual carrying opponent, dat is zo iemand met zo'n lama. Hij is 10% slomer. Hij hield daarmee wel, dus het kan enigszins lastig worden. Maar je kunt ze gewoon zien op de map, hè. Af en toe wordt hun locatie namelijk gedeeld en dan weet je precies waar ze zitten. Dus op zich, deze moet niet heel erg moeilijk zijn. Je moet 200 damage doen. Dat betekent dat je simpelweg iemand met full health en full shield helemaal kapot moet schieten. Dan krijg je die spray paint. Dan over naar de ene laatste. Dit is pick up a jewel in different matches of the Getaway. Dus je moet 3 keer zo'n lama vinden en die vind je in het begin aan de rand van de cirkel. Daar spannen namelijk van die ballonnen en als je die opent, dan kun je daarin dus zo'n lama vinden. Of zo'n jewel, hoe je het ook wil noemen. Ik noem het de hele tijd supply lama volgens mij, maar ik bedoel natuurlijk zo'n jewel. Sorry daarvoor. Maar ja, in ieder geval, je krijgt daarvoor deze
trail. En deze trail die heb ik al. Dus ja, ik weet niet. Hij is zeker weten grappig. Ik gebruik niet zo vaak trails omdat ik het een beetje irritant vind. Maar hey, dit is money. En ik weet niet. Ik vind hem wel heel erg grappig. Dan gaan we over naar de laatste. En dit is eigenlijk een best wel lastige aan de ene kant. Namelijk complete all the getaway challenges. En daarvoor krijg je dus deze pickaxe. Is natuurlijk super tof. Deze heb ik ook al, dus die kun je binnenkort ook gratis krijgen. En dan heb jij alle challenges voltooid. Natuurlijk maakt het hele plaatje compleet als je ook nog eens de skin gaat kopen die in de itemshop gaat komen. Want ik weet vrij zeker dat deze skin er weer in gaat komen. Is natuurlijk wel super vet. Samen met die pickaxe, samen met de backbling. Die llama backbling is natuurlijk ook super tof. Dus ja, dit kunnen we morgen om 3 uur verwachten. Zo niet, dan is het de dagen daarna. Het komt er sowieso heel erg snel uit. Dan gaan we over naar het volgende. En dit gaat over St. Patrick's Day. St. Patrick's Day begint op 17 maart. Dus dan kunnen we ook verschillende dingen verwachten in de game. Zoals bijvoorbeeld een Going Green LTM. En het is grappig, want ik heb natuurlijk laatst een video gemaakt over events die gaan komen in seizoen 8. En daarin zat ook deze, de St. Patrick's Day event. En ik zei van, ja, het zal wel leuk zijn als er een soort van LTM komt waarin je alleen groene wapens kunt vinden. En wat gaan ze doen? Ze gaan dat ook doen. Oké, het is niet alleen met groene wapens. Wanneer je namelijk zo'n schatkaart vindt en die chest opgraaft, dan kun je alsnog goede wapens krijgen. Maar over het algemeen alleen groene wapens. Is natuurlijk wel super grappig. Maar het is een beetje vaag. Komen er nou challenges, ja of nee? We weten dus, er komt een LTM. Maar challenges is niet zeker. Maar wanneer de challenges gaan komen, dan zal het er ongeveer zo uit gaan zien. Dit is een concept, dus alles wat hierin staat is nep. Dan weten jullie dat ook. Maar ongeveer dit kunnen we zeker weten verwachten. Want ik snap niet waarom ze dit niet zouden doen. Wat ik wel verwacht is dat we heel misschien in ieder geval, het is een van de twee namelijk, dat we een gratis wrap gaan krijgen. Of hij komt in de itemshop, dan kost hij wel een paar honderd V-bucks. Of hij wordt gratis bij deze challenges. En deze wrap die zit in de files. Hij is super vet. Ik weet nu al 100% zeker dat ik hem ga halen, want hij is gewoon te bruut. Maar ja, wat ik zei, het is niet zeker wat het item precies gaat doen. Maar dat is eventjes afwachten. In ieder geval vet dat deze twee events er zeer binnenkort aan gaan komen. Namelijk als eerste die Getaway LTM en daarna St. Patrick's Day event. En ik hoop dat jullie daarvoor ook super hype zijn. Ben je dat? Laat dan natuurlijk eventjes een blauw duimpje omhoog achter. Zal heel erg gewaardeerd worden. Abonneer natuurlijk op ons kanaal om up-to-date te blijven van Season 8. Vergeet natuurlijk niet in de YouTube shop onze supporter creator code teveelgevraagd te gebruiken. En je kunt natuurlijk ook de Season 8 merchandise checken op shop.teveelgevraagd.nl. Mensen, geniet nog eventjes van de gameplay hier in beeld. En tot de volgende video. Peace out.